Breda Nu. Je weet het meteen. Twelve points goes to the Netherlands. De dames van O'Jean zijn met de liedje Lights and Shadows door naar de finale van het Songfestival. En wij vragen de mensen op straat, wat is hun favoriete Songfestival liedje? Sorry, ik heb het totaal niet gevolgd. Heeft je andere jaren wel gekeken? Nee, ik ben niet zo... Het is niet zo aan mij besteed. Dingen doen. 1975. OG. Ja, OG natuurlijk. Nee, ik heb niet echt een favoriet liedje hoor. Of zo. En jij? Ja, ik heb ook eigenlijk geen favoriet nummer. Ik heb het niet gevolgd eigenlijk. Maar België vond ik wel goed. En waarom? Ja, het was ook catchy ook. En zeg natuurlijk bij de buren, dus ik hoop dat ze winnen. Mijn favoriete Songfestival liedje? Ik denk de Common Lilith. Die met, wat was dat nummer ook alweer? Een paar jaar geleden van, de Common Lilith, die vond ik tof. Oh nee, dat zou ik niet weten. Nee, dat weten we niet. Nee. Niet iets van ABBA of... Nee, wel een goeie, maar... is zo oud. Nee, ja, maar ABBA. De favoriete van alle tijden. Ja, nee, ik zou het niet weten. Nee. Zeker, geen ding dingen die dong. Dat niet. Die was er ook, geloof ik, hè? Ja, dus dat is... Daar heeft Nederland wel mee gewonnen. Ja, ja weet ik. Maar dat was niet zo'n favoriet van ons, hoor. Dus, of tenminste van mij niet, nee. Ik vind die mijne het nu heel erg goed doen. Dus die, dat vind ik wel heel erg leuk. Breda Nu. Je weet het meteen.